Hoi en welkom bij weer een nieuwe kerststuffing voor deze keer de maand oktober. Maar voordat we natuurlijk oktober gaan doen, gaan we allereerst even kijken naar de maand september en hoe dat helemaal is gelopen. Ik wist dit eigenlijk al op zich van tevoren voordat ik hier aan begon en dat is het feit dat september niet altijd goed is gelopen. In de zin dat ik sowieso dik in de min ben gegaan. Maar bij sommige budgetten is dat in ieder geval ook alweer te verklaren. Ik heb namelijk inmiddels een redelijke stockpile van diverse spullen die beneden in de berging staan en hier boven. Puur omdat deze de afgelopen tijd gewoon allemaal in aanbieding waren en ik daarom deze expres heb ingeslagen. Dit is iets wat ik eigenlijk altijd doe zodra ik zie dat iets echt een hele goede aanbieding is. En ik weet inmiddels al door de tijd heen wanneer het echt gewoon een standaard aanbieding is of een extreem goede, dus echt wel degelijk goede voordeel op zit. En dan neem ik deze echt gewoon direct mee en het liefst zelfs een klein voorraadje. Met name de budgetten waar het eigenlijk redelijk mee uit de hand is gelopen is home en beauty. En dat heeft eigenlijk te maken met het volgende. En met betrekking tot beauty, daar valt bij mij niet dingen onder. Alleen als make-up, een nagellakje of dat soort dingen. Nee, daar vallen bij mij ook verzorgingsproducten op. Dus haarmoes, tandpasta, douchegel, inlegkruisjes, tampons. Weet je wel, al die dingen die vallen daar allemaal onder voor mij. En er waren redelijk wat goede aanbiedingen van diverse van die items. Dus daarom dat ik die eventjes gewoon flink heb ingeslagen. Ik denk als mensen nou binnenkomen beneden in mijn bergen dat ze echt denken van oké. Er staan wel heel veel doosjes inlegkruisjes. Why? Het waren een aanbieding, jongens. Als die aanbiedingen zijn, dan neem ik ze mee. Heel simpel. En dit was echt een hele goede aanbieding, dus ik kon het niet laten. Hetzelfde geldt voor home. Onder home geldt niet alleen dingen qua decoratie en dergelijke voor in en om het huis of een nieuw plantje of wat dan ook. Daarin zijn ook dingen die ik in en om het huis gebruik in de zin van schoonmaakspullen. Dingen zoals wasmiddel, wasverzachter. Dat valt bij mij ook allemaal onder home in plaats van onder boodschappen. Boodschappen is bij mij echt puur het eten en drinken en snacks en kleine dingetjes, zeg maar, qua eten en drinken. En dat heb ik expres gedaan, want heel simpel gezegd, als ik, ja, anders is het helemaal niet meer te doen met die budget, jongens. Inmiddels doen we dit natuurlijk bijna een vol jaar en ik heb al die losse eerdere overzichten van eerdere maanden ook allemaal gecheckt. Ook om natuurlijk eventjes wel goed in de gaten te houden van gaat het allemaal wel goed? Is het allemaal nog mogelijk? Ja of nee? En ook om eigenlijk gewoon daar een heel goed beeld te geven voor aankomend jaar en een goed budget op te stellen. Dan is het natuurlijk zo dat inflatie met boodschappen is en blijft gewoon een probleem. Niet alleen bij mij, maar vast en zeker ook bij jullie. Hetzelfde geldt voor auto. Dat wordt ook steeds duurder met betreffende tot benzine en diesel. Dus dat is ook natuurlijk gewoon iets minder. Maar ik probeer wel steeds meer op te letten in mijn aankopen. Ik ben er steeds veel meer mee bezig eigenlijk in vergelijking met dat ik voorheen was. Tuurlijk, ik lette voorheen wel op aanbiedingen. Maar ik ben nou ook wel echt bezig met stockpilen als het ware voor diverse items. Gewoon puur om ervoor te zorgen dat ik toch wel enigszins dingen kan besparen. Ook ben type persoon die sowieso altijd wel enigszins een soort van meal prep doe. Dus ik heb altijd bepaalde dingen qua eten die vast in mijn diepvries liggen. Voor als ik een keer een dag heb dat even allemaal niet lukt. Of dat ik echt gewoon eventjes niet goed zit qua budget. Dat ik daar altijd eventueel iets uit kan pakken. En die is nou inmiddels gewoon weer helemaal aangevuld. Dat heb ik deze maand ook gedaan. Ik had gebakken rijst gemaakt. Verse tomaatsoep en allemaal dat soort dingen. En dat is allemaal weer ingevroren. Dus boodschap is ook wel ietsjes eroverheen gegaan, maar dat heeft ook wat te maken met dat ik een diepvries nou weer enigszins vol heb. Laat het even hebben over de budgetten zelf. Allereerst hadden we boodschappen, daarmee zijn we gestart met €150 en uiteindelijk kwam ik op min €22. Valt op zich mee, had erger gekund en ook hierbij is het ook gewoon te verklaren. Zin, de ijsthee was in de aanbieding en ik heb toen extra trays gehaald.
Dus dat is al één budget die gedaan is en die ook te verklaren was. Nou, dan hebben we hobby's. Die is normaal €20 en dat was nou een min €6,30. Ook dat is heel simpel te verklaren in de zin dat ik hier gewoon iets meer voor heb gekocht. Voor mee te nemen, ook dingen naar werk, maar ook om dingen hier gemakkelijker te maken voor mijn hobby's. Dus ook nodig. Dan komen we bij home. Zoals ik al zei, dat is een van de dingen waar een flinke uitschieter in zit. Dit was het budget eigenlijk €20 en uiteindelijk is dat min €63,85. Maar er zitten ook dus een paar flessen wasmiddelen in, wasverzachter, schoonmaakmiddelen. Dus er zijn wel wat dingen aangevuld. Beauty is min €77. Nou, die heb ik ook al toegelicht. En daarnaast had ik ook twee flesjes parfum die nou in de aanbieding waren voor 1 plus 1. Waardoor ik maar €25 hoefde betalen omdat ze en afgeprijsd waren. En ik hoefde maar 1 te betalen. Dus dat was een flinke deal. Ik heb niks van kleding gekocht deze maand. Daar had ik ook geen budget voor neergezet. Dus die blijft gewoon op nul staan. Voor mijn auto had ik uiteindelijk €32,60 over. Dus dat is alleen maar gunstig van €180. En waar ik ook een minbedrag voor heb, is cadeaus. Ik heb alvast diverse cadeautjes gehaald in de zin van verjaardagen die er aankomen binnenkort in oktober en november. Maar ook met dingen die ik overseas wil sturen naar een vriendin van mij voor kerst en Sinterklaas. En langzaamaan, elke keer als ik iets tegenkom waarvan ik denk dat is misschien wel handig of dat is misschien wel leuk, neem ik het gelijk mee. Al met al komen we op een minbedrag van €177,85. Dus dat is redelijk wat. Maar ja, hè? Heel veel ervan is het te verklaren. Gaan we door voor oktober. Omdat de maand zelf een beetje apart valt, wil ik expres van 1 tot 8 oktober als de eerste week doen. Van 9 tot 15 oktober week 2. Van 16 tot 22 week 3. En 23 tot 31 voor week 4. Dit heeft puur te maken met dat deze keer de maandag en de dinsdag de laatste twee dagen zijn van die week. Dus in plaats van de 5 weken te doen, maak ik het mezelf gewoon gemakkelijker. Doe ik het op 4. En is het ook gewoon gemakkelijker in de zin van dat ik de video op tijd online kan hebben weer bij jullie. Want ook zal ik altijd iets is wat ik in mijn achterhoofd hou. Ja, ik weet dat deze video is iets later online. Ik had er gewoon echt de tijd niet voor, jongens. En de mentale capaciteit door mijn hoofdpijn en dergelijke. Dus sorry daarvoor. Als het gaat om budget zelf, die hou ik gewoon enigszins nog hetzelfde. Ik ben wel de afgelopen maanden een beetje het in de gaten aan het houden van hoe en wat. En ook echt kijken naar waar eventueel de mist in gaat met dingen. En ik hoop eigenlijk ook wel dat, ook al heb ik nou de afgelopen tijd natuurlijk wel wat dingen in de min gehad, dat door diverse dingen aan te vullen, ik daardoor uiteindelijk toch op long term weer op vooruit gaan. Boodschappen krijgt daarom dan ook weer deze keer €150. Al met al zit het toch elke keer wel rond dat bedrag of wisselt het per maand. Dus de ene maand zitten we dan wel erop, andere zitten we net iets overheen, dus die kunnen we gewoon aanhouden. Hobby's krijgt weer €20, zoals altijd. Dit werkt tot op heden op zich gewoon het beste. En ik wil toch nog ook wel iets gewoon voor mezelf blijven houden. Dus daarom dat die €20 er gewoon in blijft zitten. Beauty krijgt deze maand €10. En dit heeft te maken met het feit dat we natuurlijk weer redelijk wat dingen al aangevuld hebben de afgelopen tijd. Dus ik hoop eigenlijk dat we met €10 alleen eens wel iets kleins wat eventueel nodig is zo gemakkelijk bij kunnen halen. De volgende is home. En ook die krijgt weer €20. Daar hebben we eigenlijk precies hetzelfde. De stokpaal begint langzaamaan wel enigszins gevuld te raken. Dus ik hoop eigenlijk dat door €20 alleen nog dat kleine dingetjes hier en daar nodig ervoor kunnen zorgen. Het geheel helemaal weer vol te krijgen. Voor mijn auto zet ik €180 neer. En als laatste doe ik een extra budget toevoegen, namelijk cadeaus. En dat is nog een extra €20. Want ik heb nog steeds niet allemaal alles in huis. Dus ik verwacht ervan dat ik nog steeds wel een kleine uitgave hiervoor moet doen. Deze krijgt echter geen envelop. Dit doe ik gewoon digitaal. Want mijn verjaardag cashstuffing had nog maar €5. Omdat we die al een keertje leeg hadden gemaakt. En het enige wat ik nog heb zitten is voor de kerst, maar dat heeft te maken met mijn ouders, dus dat laat ik nog eventjes zo voor wat het is. En daarmee kunnen we eigenlijk september weer afsluiten en oktober goed starten.
Dat was het weer voor deze video. Hoop ik voor de video leuk. Als je hem leuk vond, vergeet deze dan vooral niet een duimpje omhoog te geven. En wil je dus vaker zien, ik vooral abonneren op mijn kanaal. Hoop tot de volgende keer weer. Doei!